tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Begrijp jij wat het voor het programma betekent als Rien niet op tijd terug is? Begrijp jij ook wat het voor mij betekent? Ja, maar hoe wil hij het redden? Zelfs zonder verkeer op de weg duurt het minstens een kwartier voordat hij bij die studio is, ja? Dan 10 minuten om de band te kopiëren. Wil je daar alsjeblieft over ophouden? Je maakt me bloednerveus. Ja, maar het ligt er ook allemaal aan jou? Jij weigert toch om live op te treden? Als we dat nummer van jou niet vooraf hoeven op te nemen, dan hadden we dus tijd genoeg gehad. Wil je er nu alsjeblieft over ophouden? Zo, goedemorgen. Hoi. Ik denk dat jij een zware dag tegemoet gaat. Oh, en waarom? Nou, ik kwam Simon tegen op de parkeerplaats. Jezus, wat hij een pestbui door dat tv-optreden van Linda. Ja, hij is gewoon bang dat als het bedrog uitkomt, de gevolgen voor haar niet te overzien zijn. Nou, het zal mij benieuwen hoe ze het aan gaan pakken. Nou, mij ook. Rien heeft er echt meegesleept in al die onzin. Weet je, in het begin had ik het niet zo door, maar hij heeft echt een slechte invloed op haar. En zolang ik hier zit, wordt Simon er ook niet al te vrolijk op. Weet je, Annette, ik weet dat ik me niet meer mee mag bemoeien. Maar ik denk dat als jullie serieus naar een oplossing zoeken, dat het dan goed komt. Hè? Maar echt goed komt. Ik heb nog nooit twee mensen zo ongelukkig gezien omdat het uit was. Nee, het komt niet goed. Daarom zoek ik ook een andere baan. Het is gewoon beter voor ons allebei als ik wegga. Is dat de krant van vandaag? Ja. Wil je hem lezen? Nee, maar ik heb gehoord dat er een stukje in staat over Linda's optreden. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Even kijken. Hé, wat is dat? Daniel. Met Martine. God, zie doorheen. Ik sta jou hier nog wel raad te geven, hè? Idioot die ik ben. Hoezo? Nou, Daniel zei gisteren dat hij geen tijd voor hem had omdat hij een afspraak naar moest komen. Nou zie je wat voor afspraak. Nou, er moet een verklaring voor zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Daniel... Ik heb je nog geprobeerd te waarschuwen voor Martine. Je had me beter kunnen waarschuwen voor Daniel. En tevreden over je gedrag van gisteren? Begin er niet weer over, alsjeblieft. Pap heeft al genoeg gezeurd. Ja, en deze keer had hij wel gelijk, hoor. Het is toch idioot om hier in te breken? Dat weet ik. Ik heb toch al gezegd dat het me spijt? Houden jullie eens een keertje de moeite namen om naar elkaar te luisteren? Ik werk op hem als een rode lap op een stier. Hij wordt al driftig als hij me ziet. Ja, maar, en waarom kom je hier nou niet wonen? Het is een groot huis en het stikt hier altijd van de jonge mensen. Kan niet. Pa en ik zou voortdurend overhoop liggen en daardoor zou iedereen zich kloten voelen. Ja, maar... Het is nu toch mooi geregeld? Jullie hebben hier een fantastisch huis en ik logeer zo lang bij mevrouw Helmink. En we kunnen elkaar net zo vaak zien als vroeger. Oké? Ja, nee, John, ik wil zo graag... Mam! Oké. En kijk het maar aan, je ziet... Waarvan je kleuren en geuren nog kent, waarvan je niet...
te gek. Absoluut fantastisch. Denk je het goed? Ja, goed jongens, geweldig. Het was zo goed. Hey, ik weet niet hoe jij het voor elkaar hebt gekregen om die band hier op tijd te krijgen, maar zij heeft ons het leven gered, hè? Je bent goud waard. Ik wist dat het zou lukken. Echt, ik had er alle vertrouwen in. Ik wist dat als ze genoeg tijd had om te repeteren, dat het zou lukken. Ik heb een neus voor talent. Ja. Kan ik de opname even zien? Ja, kom op, kom maar mee. Helene, bedankt. Ik weet wat je hebt moeten doen om mij plezier te doen. Ja, het moest gewoon lukken. Ik wilde iedereen die geloofde dat ik het niet kon laten zien dat ik het wel kon. Oké. Hallo. Ik ben zo weer weg, hoor. Ik kom alleen maar even vragen of je het leuk vindt om vanavond bij me thuis te eten. Hou je van Chinees? Ik kan niet. Hoezo niet? We hebben toch afgesproken? Ja, ik ben van gedachten veranderd. Dat vind ik raar. Dat vind ik ook jammer. Ik had gehoopt dat we nu eens met elkaar konden praten zonder gestoord te worden. Ik heb gewoon niks te bepraten. Sjane, ik denk dat we nu even met elkaar moeten praten. Wat is er aan de hand? Heb ik iets verkeerds gedaan? Ik kan er heel goed tegen om gekwetst te worden, maar ik neem het niet dat je tegen me liegt. Sjane, ik heb echt geen idee waar jij het over hebt. Oh. Begrijp het al. Ja, en ik begrijp ook waarom je zo bang was om je afspraakje mis te lopen. Het is niet mijn gewoonte om afspraken niet na te komen. Ik had het Martine beloofd. Je zou wat selectiever kunnen zijn in het uitkiezen van je vrienden. Sjane, ik ken Martine al jaren. Ja, maar jij vertelde dat je gisteren een hele belangrijke afspraak had en ik veronderstelde vanzelfsprekend dat... Misschien iets te vanzelfsprekend? Ik bepaal zelf wie mijn vrienden zijn, ja? En waar ik ben en wat ik doe, daar gaat niemand wat aan. Oké, daar heb je gelijk in. En hetzelfde geldt voor mij. En daarom zou ik je nu willen vragen om hier weg te gaan. Met alle plezier. Nou, ik dacht, als de ouderen nou het hout aansjouwen en de boer in elkaar timmeren, kan de rest helpen verven. Hé, het is toch een gezamenlijk hek, hè? Waarom doet die buurman er dan niks aan? Als ik jullie was, zou ik maar oppassen, hoor. Anders blijft hij allerlei rotklusjes voor jullie. Niemand vroeg jou wat, Mirjam. Wat is er aan de hand met die kerel hiernaast? Ze ging hartstikke tegen me tekeer. Zei ik het niet? John, dit is Peter en dat is Mirjam. Hallo. Hoi. Nee. Hallo. Ik heb al veel over jou gehoord. Oh. Van Arnie. John is even langsgekomen om te vragen naar het jongere jobcenter. Oh. Nou, dat is precies wat de naam zegt, hè. Ze zijn gespecialiseerd in vacatures voor jongeren. Mensen tussen de 16 en de 24. Ze hebben een geautomatiseerd gegevensbestand. Dat wil zeggen in de computer opgeslagen. Dus als ze je gegevens hebben, kunnen ze in een paar minuten zien of ze iets voor je hebben. Oh, mooi. Komt goed uit. Hoef niet de halve stad af te lopen op zoek naar werk. Vind je het goed als ik met je meega daar naartoe? Ja, natuurlijk. Gaan we een beetje lol trappen. Nou, het is nog wel een serieuze bedoeling daar, hoor. Maar ik heb niet uit of ze weten wat het is, lol trappen. Ik heb ook wel serieus belangstelling. Zolang ze maar meer te bieden hebben dan appels plukken, sloten graven of olietanks uitkrabben. Meestal wordt ze vreselijk kwaad als je hun waardeloze baantjes afwijst. Nou, misschien wil je dit dan niet afwijzen en kun je ons straks even helpen met het hek. Het is omgevallen. Nou, geen punt. Ik kan timmeren als de beste. Dat wil ik nog wel eens zien. Wat bedoel jij? Nou, Arnie vertelde mij dat jij die baan in een meubelfabriek had opgezegd omdat je het niet leuk vond. Het is wel even iets anders, hè? Heb jij mijn chef daar wel eens gezien? Zegt u maar wanneer u me nodig heeft. Zullen we gaan? Ja. Hé, hey, duim voor me, hè? Succes, hè? Oké. Okay. Succes, Mirjam. Het ging geweldig, hè? Iedereen was onder de indruk. Of deden ze maar alsof? Nee, ze waren echt enthousiast. Je ziet er goed uit. Je kan bijna niet zien dat het niet echt is. Ik ben benieuwd of er nog recensies komen. Goh. Ja, de crew vond me fantastisch en Dirk is helemaal weg van me. Spannend, hè? Ben je niet trots? Je bent er toch niet serieus over? Ja, om die stomzinnige ambities na te jagen. Alleen maar om op tv te komen, alsof dat we het voorstelt. Ik hoop dat je het je realiseert voordat het te laat is. Trek het je niet aan. Ze neemt de woorden wel terug als je eenmaal gezien heeft. En uiteindelijk zijn ze allemaal stiekem jaloers. Het kan me niet schelen wat ze ervan vindt. Ik heb bewezen dat ik het kan en dat is het belangrijkst. Maar dan moet jij er wel voor zorgen dat Annette meer liedjes opneemt. Ik zal met haar praten. En deze keer zal ik haar meer onder druk zetten als het moet. Heel hartelijk bedankt. Succes. Ja. Hey.
geweest, John. Mirjam van der Pol. Oh, hoe weet u dat? Wie bent u eigenlijk? Chris de Ruiter. Oh, Peter Kelder belde en hij zei dat je langs zou komen. Oh. Hij heeft een perfecte beschrijving van je gegeven. Oh ja, die Peter. Kan u me helpen? Ja? Heb je enig idee wat voor werk je wil? Nou, nee, niet precies. Gewoon een baan. Ik heb middelbare school. Oké, okay, kom maar. Eens even kijken. Dit zijn de laatste vacatures. Ik tik hier je gegevens in. Mm-hmm. En dan vraagt de computer naar je voorkeuren. En dan druk ik met één vinger op de knop. En dan rollen er allerlei vacatures uit. Kijk, dat zijn een aantal mogelijkheden. Oh ja. Bedrijfsassistent, secretaresse, kaas... Kaas? Kaasmeisje! Ja, toch is dat een hele leuke baan, hoor. Ja? Ja. Als je nou hierin iets gevonden hebt dat je bevalt, dan is dat mooi. Maar we hebben ook nog de functiekaartjes. Oh, en als ik daar iets zie wat ik leuk vind? Nou, dan pak je zo'n kaartje en dan geef je dat aan mij. En dan praat ik even met je om te kijken of je geschikt bent. Nou, dan bellen we een bedrijf. Als dat allemaal rond is en je hebt meteen een afspraak gemaakt, dan mag je hier vandaan 3 gratis telefoontjes plegen om dat even te regelen. Dus als ik dan meteen word aangenomen, kan ik daarna mijn moeder en een vriendin bellen? Ja, daarvoor is het natuurlijk niet bedoeld. Alleen voor zakelijke gesprekken. Oh, maar daar ben ik ook heel erg goed in. Mijn moeder zegt dat ik een hele goede telefoonstem heb. Hoe kun je stem worden bij 006-nummers? 06? Nee, daarin bemiddelen we niet. Maar je zou ook bij de 008 inlichtingendienst kunnen solliciteren. Hmm. Nou ja. Als je iets gevonden hebt, dan krijg je van ons een lijst. En daar staat op de naam van degene naar wie je moet vragen, het adres en ook een routebeschrijving. Oh, dat is handig, want ik ben nogal stom. Nee, ik bedoel daarin. Want dan sta ik wel bij de goede bus en dan gaat hij meestal de richting uit waar ik niet naartoe moet. Ja, ja. Oké. Nou, we doen alles om je te helpen. We adviseren je ook wat je aan moet doen en wat je mee moet nemen voor de sollicitatie. Oh, ik neem wat kauwgom mee. Dat is goed voor mijn adem. Want dat vinden mensen heel erg belangrijk. Ja, nou, dat lijkt me ook. Moet je alleen de kauwgom wel even wegdoen voor je dat gesprek gaat voeren. Ja. Maar weten. Heb je nog vragen? Ja, kan ik hier niet komen werken? Goedemiddag. Hey. Hallo. Wat heb jij hier te zoeken? Jou. Heb je de krant niet gezien? Ja. Ik heb de foto ook gezien. Ik werd met mijn neus opgedrukt door de vriendin. Oh, ik hoop niet dat je er problemen door hebt gekregen. Oh, nee, joh. Het is alleen nou een ex-vriendin. Misschien moet ik maar eens met haar gaan praten om uit te leggen dat er verder niks tussen ons is. Doe maar niet. Het waait wel weer over. Oh, dus die afspraak die je met haar hebt vanavond gaat gewoon door? Nee. Gaat ook niet door. Ik wilde naar de film. Heb je zin om mee te gaan? Nee. Ik vind het echt heel lief van je, maar... echt, ik ben niet in stemming. Te veel opwinding is niet goed voor me. Je moet jezelf niet onderschatten. Je kan best wat hebben, hoor. Ja? Ja. Ja, dat is goed. Bedankt. Dag. Oh, ze waren zo aardig. En ze hebben me precies gezegd hoe ik daar moest komen. Prachtig. Laten we alleen je lijst even nakijken om te zien of je alles goed hebt genoteerd. Lijst? Mm-hmm. Oh, mijn lijst. Waar heb ik mijn lijst gelaten? Wat is die nou? Waar is mijn lijst? Heb jij mijn lijst, John? Please. Waar is die? Oh, die lijst niet al gehad. Nou, gelukkig. Even kijken. Plaats, naam van contactpersoon. En je weet hoe je er moet komen? Ja. Mooi. Veel succes. Okay. Als je de baan krijgt, de betalingen lopen via ons. Kom dan aan het eind van de week nog even langs. Bedankt, hè. Hartstikke bedankt. Kan ik iets voor jou doen? Ja, mag ik het formulier van je? Welk formulier? Voor een uitkering. Ja, dan moet je niet hier zijn. Het lijkt me beter dat we een baan voor je zoeken. Ik heb alles bekeken wat jullie hier in de aanbieding hebben en er zit niks voor mij bij. Ik heb geen zin om mijn tijd te verspillen. Kom op, Mir. Dat moet je ook vooral niet doen. Nou, ik laat nog wel weten hoe het gegaan is, hè? Ja. Hey! De lijst. Oh, meestal ben ik niet zo vergeetachtig, hoor. Alleen als ik een beetje zenuwachtig ben. Dag! Ik heb hem.
Het is zo rustig in de wachtkamer dat ik maar beter nu even pauze kan nemen. Eindelijk. Ik wacht al uren om je alles over vanmorgen te vertellen. Als het over de tv-opname gaat, wil ik er liever niets over horen. Je kunt toch een beetje interesse voor een ander tonen? Oké, als jij je verhaal kwijt moet, ga je gang. Je zult het niet geloven, het was fantastisch. Dirk belde net om te zeggen dat de bonzen van de omroep het helemaal te gek vonden. Ze hadden gezegd dat het het beste is wat ze in tijden gezien hadden. Dus ze zullen nu wel veel deuren voor me opengaan, denk je niet? Ik weet het niet, maar ik ben heel blij voor je. Maar jij moet meer liedjes opnemen, anders kan het niet verder. Over mijn lijk. Je bent mijn beste vriendin. De platenmaatschappij gaat liedjes maken. En ze je willen... bent aan het malen. Begrijp je dan niet dat we dit nooit verborgen kunnen houden? Er zijn te veel mensen bij betrokken. De band, technici, studiopersoneel. Marien heeft een planning gemaakt en we werken dan met precies dezelfde producent die ook de muziek maakt. We nemen het 's nachts op, net als de vorige keer. Ik ga niet nog meer doen dan ik al heb gedaan. Begrijp je dan niet dat Rien onze vriendschap probeert te gebruiken om er zelf beter van te worden? Ja, maar je moet het voor mij doen. Nee, ik wil dat je erover ophoudt. Als je werkelijk zoveel talent denkt te hebben, dan moet je het ook op eigen kracht kunnen doen. Ik bedoel, ga zelf zingen. Zeg dat je vorige keer verkouden was of zoiets. Ik had het kunnen weten. Je bent gewoon jaloers. Altijd al geweest. Op school omdat ik met Arnie was. Maar ik zal je één ding vertellen. Niets en niemand gaat mij tegenhouden. Zo, hoe was de banencentrum? Er zat niets bij dat me leuk leek, dus heb ik me op een lijst laten zetten. Ik denk dat ik een uitkering aanvraag. Nou, dat klinkt niet erg hoopgevend. Nou, ik ben anderhalf jaar leerling meubelmaker geweest en ik vond het zo erg. Toen ik het niet meer uithield, ben ik ermee gestopt. Dus je vindt dat de maatschappij jou maar moet onderhouden? Nou, ik heb ook belasting betaald in die tijd. Als ik een leuke baan kan vinden, doe ik het heus meteen. Maar waar vind je een leuke baan? Maar wat is een leuke baan? Ja, weet niet. Maar ik hou mijn oren en mijn ogen open. Maar waar wil je dan tot die tijd blijven? Ik heb erover nagedacht en ja, ik wil u vragen of ik hier niet zo lang kan blijven. Ik wil u niet tot last zijn en als het te veel is... Ja. Ik heb gespaard toen ik werkte en ik wil er natuurlijk voor betalen. Ach nee, dat is het punt helemaal niet. Ja. Als u het niet wilt, dan moet u het zeggen. Nou, goed dan. Je kunt de logeerkamer gebruiken totdat je iets anders hebt. Jij te gek. Luister, Chris. Volgens mij waren ze allebei op zoek naar werk. Waarom praat je niet met die jongen? Hij verspeelt zijn tijd. Volgens mij is die lui en weinig geïnteresseerd. Ik heb geprobeerd met hem te praten, maar hij heeft geen enkele zin. Waarom heb je hem dan hier naartoe gestuurd? Ja, goed. Ik dacht misschien kan jij me wat inspiratie opdoen. Hoi. Ik heb veel ervaring in gesprekken met jongeren. Ik zal proberen om hem om te praten. Nou, ik heb jouw ervaring dus niet, maar volgens mij is dit een hopeloos geval, hoor. Jij hebt hem hierheen gestuurd. Als je de mensen die je uitzoekt niet beter selecteert, heeft het niet zo'n zin. Die lul van John hebben, kijk het maar. Was dat Chris? Ja. Oh, ik vind het een geweldige jongen. Heeft hij het jou verteld? Hij heeft me geholpen met de sollicitatie als serveerster in het eetcafé. Ik heb de baan gekregen. Oh, mooi. Is het niet fantastisch? Ik bedoel, het is eigenlijk niet eens werken. Ik kan al mijn vrienden zien, ik kan met ze kletsen. Ik krijg nog voor betaald ook. Ik bedoel, het is eigenlijk net zoiets als dat ze bij me op bezoek komen. Alleen moeten ze er wel voor betalen natuurlijk, hè? Doe niet zo ontzettend dom, Mirjam. Sorry dat ik besta, hoor. Ik ga wel weer. Oké, sorry. Sorry, ik kreeg alleen net een hoop gezeik over mij en over die John. Ik geloof niet dat het hem echt interesseerde. De jongen die zou eens goed op zijn bek moeten gaan. Maak je maar geen zorgen. Hij logeert bij Helmink. Die weet er wel raad mee. Voordat hij het weet, heeft hij elke dag corvée. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen krijgen, ja. Mooi. Ja. Dat heb ik van John gekregen. Ja, alsjeblieft. Misschien helpt het een beetje. Ach, ik kom er wel weer overheen. Het is niet mijn eerste ervaring op liefdesgebied. Maar wat ik onbegrijpelijk vind, hè, is dat een man als Daniel zou omgaan met een vrouw als Martine Hafkamp. Nou ja, ik denk dat ik blij moet zijn dat ik er nu ben achtergekomen en niet later. Maar wat ik echt heel erg vind, is dat hij erover gelogen heeft. Ach, misschien was het gewoon een zakelijke afspraak.
Ik weet zeker dat hij in de tijd toen hij nog bij Stenders werkte, gebruik heeft gemaakt van haar escort service voor zijn klanten. Nou ja, op de foto in de krant zag het er echt niet zo uit. Luister, ik kan best een paar hele vervelende dingen van Daniel opnoemen, hoor, als je dat wilt. Maar één ding weet ik zeker. Hij liegt niet. Nee, het is juist zijn eerlijkheid waardoor hij soms zo kwetsend is. Ja, maar deze keer niet. Ach, ik ben gewoon bang dat je een verkeerde conclusie trekt. Het lijkt wel of je het voor me opneemt. Nee, helemaal niet. Maar ik wil gewoon niet dat je iets gaat doen waar je later spijt van krijgt. Dat is alles. Nou ja, mijn besluit staat vast. Ik wil hem gewoon nooit meer zien. Hé, hey Martine. Ik kan het goed doen. Nou, me binnenvragen bijvoorbeeld. Ik kan het je nou toch niet overhalen om ons nog mee te gaan naar de film vanavond. Nee, ik ben echt te moe. Jij kan toch alles klaar krijgen? Dit ook? Zeg. Ach, ik eet dat soort rommel nooit. Maar als er dit enige is wat je in huis hebt, dan kunnen we misschien beter uit eten gaan in plaats van naar de film. Ik werk voor de overheid, Martine. Het is het chicste wat ik mee kan permitteren. Ik betaal. Dat ga je niet doen. Ik heb mijn eer ook nog. En ik kan geen Italiaans lezen. Oké, ik ga met je mee, maar ik betaal. Drankjes zijn voor mijn rekening. Je bent een doorzetster. Maar ja, dat wist ik al. Ik ga me even douchen. Maak je het zelf even makkelijk. Heel verstandig. Hoi, Annette. Hi. Over een half uur is het eten klaar. Als je het niet erg vindt, dan eet ik niet mee vanavond. Ik heb barstende koppijn en ik ga even liggen. Oh, dan zal ik je even een kopje thee voor je maken en een aspirintje. Nou, laat maar. Nee, is geen moeite. En ik zal je ook even een natte handdoek geven om op je voorhoofd te leggen. Ah, dat hoeft echt niet. Het is maar een hoofdpijntje. Jo, ik weet precies hoe je je voelt. Ik heb zelf vaak last van migraine. Hoe kwam het eigenlijk dat je hoofdpijn kreeg? Ik weet het niet. Eigenlijk voel ik me meer ellendig dan ziek. Timon en ik praten niet meer met elkaar. Linda en Rien zitten met mijn kop te zeiken dat ik meer nummers moet inzingen. Ja, ik heb er natuurlijk niks mee te maken, maar ik vind het wel heel verstandig van je dat je het afhoudt. Is er nou helemaal geen manier waarop je het goed kunt maken met Simon? Nee, het is uit. Ik heb hem eigenlijk niets meer te zeggen. Sorry, laat die thee maar. Ik ga nu naar boven. Dat had je niet verwacht. I love you so.